Welkom bij een nieuwe aflevering van Enchanted. Vandaag is het weer... Oké, jongens, het is alweer een tijdje terug een video opgemaakt. Het is echt weer tijd voor een video. We gaan vandaag een workshop doen. Een online manga workshop. En dit keer gaan we een chibi gezichtje tekenen. Een hele blije, vrolijke chibi. Met pijpenkrullen. Ja, met leuke pijpenkrullen. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ik heb er zin in. Ik zeg, pak je potlood en papier. En heeft dan gum als je denkt dat je die nodig hebt. Puntenslijper misschien. Tenzij dat je werkt met zo'n... hoe heet het? Ik vergeet altijd de naam van deze. Penpotlood noem ik het altijd. Tenzij dat je daarmee werkt. Daar werk je heel erg precies mee. Super fijn. Ik werk persoonlijk zelf mee met dit soort pennen. Maar als je een gewone potlood hebt. Helemaal toppie. Wel een puntenslijper erbij pakken. Niet dat je die vergeet en halverwege denkt. Ah! Dus die erbij. Als jij digitaal werkt, pak je digitale spullen. En dan gaan we aan de slag. Ik heb er al helemaal zin in. Cool. Even kijken. Dan doen we deze naar beneden. Ja. Oké. Nou, ik werk zelf nu digitaal vandaag. Want dan kan ik het je gewoon laten zien wat ik aan het doen ben. Is het makkelijk te volgen voor iedereen en voor mij ook makkelijker op te nemen. Ben ik achtergekomen. De techniek is toch wel een dingetje altijd. En dit is gewoon de meest makkelijke en heldere manier om op te nemen. Dus even kijken. Ik ga naar nieuw. Voor degene die voor het eerst digitaal gaan werken. Als je naar een file gaat en dan nieuw inklikt. Dan kom je uiteindelijk hierop. Ik kies altijd voor A4. En ik kies voor 300 dpi. Want ik wil iets uitprinten of ik wil het daarna gebruiken om uit te kunnen printen. Als jij het niet hoeft uit te printen en je hebt zoiets van ja, ik wil zoveel mogelijk tekeningen op mijn iPad kunnen opslaan of op je telefoon of gewoon op je computer. En je hebt zoiets van ja, maar ik wil het toch niet uitprinten. Je weet het 100% zeker. Verander dit dan naar 72 dpi of naar 75 dpi. Nou, ik zet hem weer terug op 300 dpi, want dan kan ik dus printen. Dan wordt het bestand dus wel wat groter, maar dan wordt ook haarscherp als ik print. Bij die andere wordt het dus niet haarscherp. Oké. Nou, ik druk op oké. Ik heb nu een A4'tje. Zoals je ziet, hè, ik kan hem behoorlijk inzoomen. Dat komt omdat het 300 dpi is. Heb je 72 dpi gedaan, of 75 dpi, dan zal dit ongeveer de ware grootte zijn. Helemaal top. Oké, nou hier hebben we dus een tekening die ik al een keer eerder gemaakt heb. Het meisje, het chibi gezichtje, wat we vandaag dus gaan tekenen. Ik begin met een layer. Dus één laag, die heb ik hier gemaakt, zeg maar. En je kan hem ook zo weer wegklikken. Delete layer bijvoorbeeld, als je één te veel hebt. Oké, maar goed, ik begin dus met een layer. En ik begin met een potlood. Ik heb dus een digitaal potlood, hè? Want ik werk immers digitaal. Ik kan ook een pen kiezen, dan teken ik zo. Maar dat vind ik niet zo mooi. Ik kies eigenlijk altijd voor een potlood. Dit lijkt aardig op een potlood. Dus daar ga ik mee aan de slag. En dan is het vooral een kwestie van een grote cirkel te tekenen. Dus ik zou zeggen, doe mee. Laten we een mooie grote cirkel tekenen. Oh ja. Je ziet natuurlijk dit haar. Ja, als we nu kijken naar de chibi meisje. Zij heeft pijpenkrullen. Die pijpenkrullen willen we natuurlijk wel heel graag op het papier hebben. Kijk, het gaat natuurlijk nog een stukje verder. Zie je dat? Dus we willen die pijpenkrullen er graag op hebben. Dus dat betekent dat de cirkel niet al te groot moet. Laten we de cirkel... laat ik hem maar zo doen. Overigens, de tekening die ik maak zal niet helemaal precies zijn zoals zij nu is. Hè? En die van jou hoeft dat ook niet te zijn. Het gaat erom dat we gewoon lekker aan het tekenen zijn. En dat we het rustig aan op gaan bouwen. En dat je uiteindelijk je eigen chibi hebt. Oké. Nou, we hebben dus nu een cirkel. Zoals je ziet, hij is niet perfect rond. Ik heb hem opgebouwd uit verschillende cirkels. Verschillende lijnen. En het hoeft allemaal niet zo netjes. Maar zorg dat je wel een beetje van een cirkel hebt. Nou, wat ik dan doe, ze heeft een beetje zo. Ja, het is net niet in het midden, net wel, net niet.
Zo, ik teken eigenlijk een kruis. Dat ik ongeveer weet van waar de ogen en de neus gaan komen. Nou, het neusje komt dus iets schuiner. En de ogen, ah, die komen zo'n beetje hier. Voordat ik dat ga doen, eens even kijken. Wat is handig? Ja, ik ga eerst de ogen doen. Oké, tussen de twee ogen wil ik graag wat ruimte houden. En die ruimte is ongeveer even groot. Even kijken. Ook de ogen trouwens, die teken ik niet eerst helemaal perfect. Ik ga eerst ongeveer de vorm tekenen wat ik wil hebben. Ook hier kan ik ook cirkels voor gebruiken of ovalen. Op deze manier kan ik de hoogte achterhalen. Wat wil ik nou precies? En ik teken ook heel lichtjes, zodat ik altijd weer uit kan gummen. Even kijken. Ja, dat is ongeveer even laag en even hoog zijn is belangrijk. Ja, nou voor nu is dit wel goed. Ik probeer al wel een beetje de vorm van de oog die ik wil hebben erin te krijgen. Maar dat hoeft nog niet helemaal perfect en precies. Het gaat er meer om dat ik zie van zij is ongeveer even groot. Er zit ongeveer even ruimte tussen. Nou, niet helemaal precies. Maar het komt dat ze dus nu meer... Het is net niet drie kwart. Maar het is ook net niet recht van voren. Dus, maar ik heb er wel wat ruimte. Hier wat meer ruimte dan aan die kant. Omdat het dus niet helemaal precies recht van voren is. Anders zou het precies gelijk zijn. Nou, eens even kijken. Laat ik eerst maar eens beginnen met waar ongeveer het haar gaat komen. Hier komt ongeveer, een pony. Zo. Hier. En je ziet dat ik teken eerst heel erg grof en heel lichtjes. En eigenlijk ook heel snel. Het hoeft ook niet precies. Het gaat eerst dat je je idee wat je hebt op papier zet. Kijk, nu tekenen we eigenlijk een poppetje na, hè. Zo'n chibina. Maar als ik die voor het eerst teken, dan doe ik dat dus op deze manier. Ik zit gewoon lekker te, van ongeveer hier, ongeveer dat daar. En ik teken dan heel erg licht. Zo. Dat ik ongeveer weet waar wat gaat komen. Nou. Oké, dit is ongeveer, ik denk van nou, nu heb ik een genoeg goed beeld om verder te kunnen. Laat ik beginnen met de kin. Ja, met de vorm van het gezicht. Ook dit doe ik niet uit één penstreek. Ik bouw het op. Ik zal hem even vergroten voor je trouwens, want ik teken nu wel zo licht. Zie je dat? Hele lichte lijnen. Oké. Nou, dan ga ik nu de vorm doen. Bij de ogen gaat er altijd een deukje in. En dan komt een wangetje, dat mag lekker een beetje bol zijn. En de wang mag ook best wat laag. Want het is een chibi. Chibi hebben een beetje een ronde kin. Lekker, lekker bol. Gewoon heerlijk, lekker schattig, lekker cute. Hahaha. En dan gaat gewoon mee met de cirkel. En dan is hier ongeveer weer een stukje van de kaak. En dan komt hier ongeveer de neus. Denk ik straks, ja. Nou, die kan ik eigenlijk al tekenen. Op een gegeven moment ontwikkel je een bepaald gevoel. Van, oh, hey, dit hoort hier. Oh, dit hoort daar. Maar in het begin is het heel goed om zo en zo met hulplijnen te werken. Hè? Zoals die kruis en met lichte lijnen. Zodat je nog lekker kan spelen en ook geïnspireerd kan raken. Want deze lijnen inspireren mij. En de vorm nu voor deze oog. Die doen we lekker zo. Even kijken, ik wil... Als het lekker vrolijk is... Ja, dan wil je eigenlijk... Dan wil je, kijk, als je een oogje gaat tekenen. En dat kan je op verschillende manieren doen. Hè? Als jij een
vrolijk poppetje wil hebben, dan wil je eigenlijk dat dit gedeelte, dus dat, hè, die punt die je hier ook ziet. Nou teken ik hem wel heel lelijk hoor. Maar die punt hier, die wil je eigenlijk wat hoog hebben. In de plaats van... In de plaats van bijvoorbeeld heel laag. Dus meer hier. Oh, je maakt het punt hier. Dit heb ik op zich ook een vrolijke karakter, maar die is veel rustiger, veel kalmer dan deze. En deze is meer opgewekt, meer actief en deze is wat meer passiever, rustiger. En dit is natuurlijk net wat voor verhaal je wil vertellen en wat voor karakter het is. Nou, dit is een wat meer actiever karakter. Dus dan is het wel fijn als je dat ook kan uit laten stralen via de ogen. De ogen in manga en anime, die zijn eigenlijk super belangrijk, want die vertellen heel veel over het karakter van je personage. Trouwens, dat geldt trouwens ook vaak voor alle tekenfilms en stripverhalen. Of het nou westers is of Japans, dat maakt eigenlijk niet uit. Nou, ik bouw de ogen eigenlijk altijd op uit verschillende lijnen. Zo. Op die manier teken ik eigenlijk ook meteen de wimpers. Zo, dat is tenminste mijn gevoel erbij. Zeker als ik met potlood werk. Dan vind ik dat extra mooi. Met lagen werken. Nou, en je ziet dat ik af en toe de lijn weer weghaal. Dat ben ik gewoon gewend. Als ik digitaal werk, dan in de plaats van de gum gebruik ik eerst Alt Ctrl Z. Zeg ik het goed, Alt, Ctrl, Z? Of is het gewoon Ctrl? Nee, het is gewoon Ctrl, Z. Nou ja. Ik heb ondertussen een knopje op mijn beeldscherm. Want ik teken direct op mijn beeldscherm. Met een Wacom. Wacom Cintiq. Maar je kan tegenwoordig natuurlijk van alles en nog wat gebruiken. En op je toetsenbord heb je dus Ctrl, Z. En dan kan je ook een lijn wegkrijgen. Zo. Ik weet eigenlijk niet of ik... Ik denk dat ik deze nog een dikker moet gaan maken. Zo, en hoe wordt jouw oog al? Ik zal nu de onderkant van de oog doen. Ook die maak ik uit verschillende lijnen. Dus je mag een beetje schetsmatig tekenen, maar wat meer gecontroleerd dan daarnet. Je hebt wat meer zeggenschap over. Daarnet mocht je lekker los, even lekker, ja, niet te krampachtig. En nu word je wat kritischer. Van nee, die lijn moet echt daar. Eens even kijken. Nou, ook hier. En let erop dat ze ongeveer even groot blijven. En dat geldt ook even dik, hè. Dat die wimpers, of de vorm van de ogen, ook even dik zijn. En dat vind ik altijd een voordeel van het opbouwen uit verschillende lijnen. Dan heb je er veel meer controle over. Althans, ik heb dat. Maar ieder tekenaar doet het ook weer net even op een andere manier. Hè? Dus het is ook belangrijk dat je ook je eigen manier vindt, wat jij prettig vindt. En leer ook vooral ook van andere kunstenaars die bezig zijn met tekenen. En net weer een ander inzicht, ander idee, andere methode hebben. En dat is altijd goed. Even kijken. Ja, deze wil ik wel net boven houden. Dus hier. Nee, ja, want dat hebben we hier ook net boven de lijn. Het is een hele dunne lijn, dus ik weet niet of je hem goed kan zien. Maar hier zit die punt en hier is die lijn. Dus daar zit nogal een verschil. Dus even kijken. Toep, toep, toep. Ja, ze zijn ongeveer ook nog wel even breed.
En dan heb ik hier de onderwimpers. Ze mogen zelfs nog ietsjes lager, die van mij. Zo misschien. Ja. Wat je kan doen als je digitaal werkt. Ik zou hem ook uit kunnen gummen. Maar omdat ik digitaal werk, kan ik hem ook nog een klein stukje. Huppakee. Selecteren. En even een beetje verplaatsen. Haha. En ja, je kan zeggen, dat is vals spelen. Wel als je het gaat vergelijken met de gewone potlood. Maar als je digitaal werkt, is het super fijn om ook dit soort dingen te kunnen doen. Want dan werk je sneller. En uiteindelijk is het toch een creatief proces. En je doet het toch op gevoel. Ik bedoel, niemand anders kan het zo nadoen. Ook al kan je het misschien nu wat sneller. Of hè, in de plaats van weggummen. Even gewoon verplaatsen. Zo. Ja, deze is ook gewoon nu dik genoeg. Oké. Nou, ik heb dus nu ook de wimpers ook getekend. Die teken ik altijd in deze vorm. Dus een soort van driehoekje. En die kleur ik dan in. Zo. Nou, dan kunnen we ook meteen de ogen gaan tekenen. De iris en de pupil. Eens even kijken. Ja, dat gaat goed. Ik zou, als ik jullie was, wat dunner tekenen dan dat ik nu doe. Ik druk hem nu wel heel erg hard. Druk wat minder hard op je potlood. Zo, dan wordt hij ook wat minder dik. Dan heb je even wat minder controle erover. Zo, en dan maak ik een mooie ovaal. Nou gaan we proberen dat aan de andere kant, dat hem ongeveer net zo breed maken. En ik zeg ongeveer, want helemaal precies, dat is best een klus. En dat gaat ook niet lukken, want het is ook helemaal niet precies dezelfde oog. En je eigen ogen zijn sowieso ook niet hetzelfde. Nou, misschien heb je net in de video gezien, maar die van mij zelf helemaal niet. Ik heb één oog die, die is wat kleiner dan de ander. Althans, ja, ben ik niet helemaal blij mee. Ik heb liever natuurlijk ook dat het veel meer symmetrisch is. Aan de andere kant, het is gewoon zoals het is. Bij ons gezicht als mens lijkt symmetrisch, maar het is het uiteindelijk niet. Zou het echt symmetrisch zijn, dan zouden we het ook niet mooi vinden. Zou het echt afstotelijk wezen. Ziet er heel onnatuurlijk uit namelijk. En als het te asymmetrisch is, dan vinden we het op de een of andere manier ook niet echt heel erg mooi. Aan de andere kant, het is wel weer heel erg interessant om naar te kijken. Ik zal even mijn gum kleiner maken. Nou heb ik twee soorten gum, of eigenlijk meerdere, want dit zijn al mijn gummen die ik heb. Als je digitaal werkt, dan kan het zijn, het hangt vanaf met welk programma je werkt, dat je meerdere soorten gummen hebt. Nou, de harde gum is natuurlijk, bam, het is gewoon weg, in één keer. De soft gum lijkt het nog wel het meest een beetje op de normale gum die je gewend bent. Je ziet altijd nog wat. Kan erg handig zijn als je bijvoorbeeld besloten hebt dat de lijn je wil wel houden, maar hij is te dik. Oh, hij is nu wel heel erg actief vandaag. Even kijken, ja, je ziet het nog. Kijk, je ziet die lijn nog hier. En dan kan je altijd nog besluiten van oké, die lijn wil ik wel houden, maar hij moet even wat lichter, zodat ik hem makkelijker overheen kan tekenen. Nee, dat is helemaal aan jou. Ik heb hier ook nog een kneedgum. Die vind ik ook nog wel heel erg op een echte gum lijken. Zo, even kijken. Zal ik maar de gewone, de soft doen. Dan lijkt het meest op een gewone gum. En dat is misschien ook wel eerlijk voor degene. Ja, mocht jij gewoon met een normale potlood werken, met een normale gum. Dan lijkt dit nog het meest op de normale gum. Dus dan voel jij je misschien ook een stuk meer. Dat ik niet elke keer het idee heb dat ik vals speel of zo.
Want ook met een gewone gum je kan je tekening heel erg mooi houden. Even kijken. Ik zal dit even weggummen. Die hulplijnen. Want die hebben we nu niet nodig. Even kijken. Zo. Overigens, als dit echt mijn schets is, lang niet altijd alle hulplijnen gum ik weg. Het is ook een beetje een gevoelsdingetje van vind ik dit nou mooi, niet mooi. Het tekeningetje wat je hier ook ziet, hè, dat de uiteindelijke versie. Ik heb hiervoor eerst een hele grove versie gemaakt. En daarna pas die. Dus dan heb ik het een beetje overgetrokken van die andere. En toen mooier gemaakt. En dan, Dus je hoeft niet, dit hoeft niet jouw eindresultaat te zijn, hè, deze tekening. Je kan nog overtrekken en daarna nog mooier maken. Ik ben erachter gekomen dat veel kunstenaars, oude kunstenaars, hè, van die schilders, dat ook echt deden. Dan hadden ze dus twee schilderijen van hetzelfde onderwerp, precies hetzelfde. Alleen de een bleek dus dan de schets te zijn, terwijl je echt denkt, oh my gosh, dat ziet er al uit als een echt schilderij. Want het is ook echt beschilderd en zo. Maar dat was dan een studie. Dat was dan de opzet, gewoon eerste keer maken. En dan maakten ze die schilderij dus nog een keer. Ja, en dan werd hij veel mooier. Oké, nou. Ik heb nu de ogen ook gedaan. Ik speel altijd een beetje met de lijnen. Dus sommige lijnen maak ik dunner, sommige lijnen maak ik dikker. En bij de ogen maak ik de ogen graag hier aan deze kant. Hier wat dunner en hier weer wat dikker. Zie je niet altijd even goed, maar hier probeer ik het wel zoveel mogelijk te doen. Nou, laten we dan ook maar meteen de pupillen doen. Hoppakee. Die probeer ik zoveel mogelijk in het midden te tekenen. En ook deze ongeveer even breed. Yep. En dan een streepje. Oh, nou zie ik bij haar dat hij wat scheef is. Je mag hem zo laten zoals ik hem net had getekend hoor. Je mag hem ook, bij haar zie ik dat hij wat schever is. Kunnen we ook doen. Dat staat ook leuk. Ja toch? Kijk, dat maakt het wat speelser. Oké. Okay. Nou, dan hebben we nu alvast de ogen. Dan kunnen we ook alvast de mond tekenen. De monden bij Chibi zijn eigenlijk helemaal niet zo simpel. Trouwens, bij alle manga figuren eigenlijk niet. Het gaat toch om heel veel dingen versimpelen en makkelijk houden. En bij Chibi's is dat helemaal het geval. En eigenlijk zijn het gewoon drie lijnen. Het is wel zo dat ze zijn niet recht, maar ze zijn een beetje krom. En deze is krom naar beneden toe. Maar deze hier, die is krom naar buiten toe. Terwijl deze is een klein beetje rechter. Hè, die is een stuk rechter. Maar als hij een beetje krom is, en dat mag. Hè, je mag hem best wel, even kijken, je mag hem best wel een beetje krom doen. Dan is dat naar binnen toe. Dus dan zit die kromming hier. Dus dan gaat hij eigenlijk mee met deze. Dat is nu bij deze zo. Omdat hij dus niet helemaal recht van voren teken. Maar een klein beetje naar, wat is het nu? Voor mij rechts kijkend. Hè, maar naar deze kant kijkend. Dus dan is het een klein beetje verschoven. Oké, nou wat ik dan nog wil doen, is een schattige tandjes tekenen. En deze tandjes kan je hem ook wat breder maken als je dat wil. Ik doe hem nu even lekker schattig wat kleiner. Het zijn de twee voortandjes of zo, weet je? Ik weet niet, het heeft iets cutes, iets schattigs. En dan is het gezicht in principe bijna af. We hebben ook nog de wenkbrauwen, maar die doe ik pas op het moment dat we klaar zijn met het haar. Dus nu is het vooral kijken waar komen de oren en
Kijken, we kunnen het nekje eventueel doen. Die kan ook straks. Ik zal even uitzoomen. Dat we ook weer een beetje zien van, oh ja, waar is het haar ongeveer? Nou, dit is nu het gezichtje. Is hij helemaal zoals die? Zoals ik al zei, dat zal niet gebeuren. Ik zie sowieso een aantal dingen wat ik dan zou moeten veranderen. En we kunnen op zich dit gezichtje nog ietsjes aanpassen hier. Dat zou ik kunnen doen. Om heel eerlijk te zijn vind ik dat wel mooi. Dan gum ik het een klein beetje uit. Oh, dit is trouwens best een hele goede gum. Zo. Misschien moeten we hem ook even wat hier zorgen dat hij even ietsjes... Nog even wat meer... Ja, ik denk dat ik dit net even mooier vind. Maar ja, dit is op gevoel hoor. En dat kunnen we altijd later weer aanpassen. Maar de lijnen worden nu wel wat dikker. Hoe dikker, hoe moeilijker uitgunbaar natuurlijk. Maar als het moet, zeker digitaal kun je het aanpassen. Maar je zou ook altijd even kunnen kijken met je gewone potloodtekening. En zoals ik al zei, je kan altijd later nog zeggen vanuit trek hem over... En verander dan de lijnen die ik graag anders wil. Dus je kan nog heel veel kanten op. Oké, nou laten we dan maar eens beginnen met waar de oren komen. De oren komen ongeveer ter grootte van waar de neus is. Dus dat betekent nou, ongeveer hier en ongeveer hier. Teken ik de oren altijd? Nou nee, niet altijd. Als de haar er echt overheen is, dan niet. Maar zien we de oren wel. Oren bij Chibi hou ik liefst klein, maar je kan ze ook heel groot maken. In principe klopt dit al anatomisch al niet meer, want de oren eindigen, hè, deze boog, die eindigen een beetje waar de wenkbrauw ook zit. Dus daar dezelfde hoogte ongeveer. Maar ja, de wenkbrauw bij 1 nog niet getekend. En 2, die komen dan wel heel erg hoog. En dan krijg je dus ook een hele grote oor. Als je dat mooi vindt, en ja, dan mag dat, hè? Want dat mag bij chibis. Het is niet zo dat een chibi geen grote oor kan hebben. Het is meer van laat die oor dan gewoon lekker simpel zijn. Dat is vele malen belangrijker. Nou, dan kunnen we het haar gaan tekenen. En dan begin ik met de pony. Want dat gedeelte van het gezicht, die hebben we al duidelijk. Nou, ik zie dat ik hier... Het is nog best een dikke potlood. De kwaliteit van het materiaal waarmee je werkt, dat bepaalt wel het een en het ander hoe jouw tekening eruit gaat zien trouwens. En je zult wel merken met verschillende soorten potloodje als je daarmee werkt. Kijk, want ik kan deze potlood namelijk ook dunner maken. Dan speel ik een beetje vals. Maar dat doet me dan weer veel meer denken aan mijn... die penpotlood die ik net liet zien. Zo. Nou, doen we deze hier. Ook hier kan je nog besluiten om het heel licht te doen. Ik heb deze al donkerder gemaakt. Maar je kan besluiten om het lichter te maken. Vooral omdat we nog niet helemaal precies weten... Hoe je het wil doen. Dus kijk gewoon even wat voor jou handig is. Nou, deze mag zeker wel deze. Zo. Nou, en hier zien we dat we die oor hebben. En hij eindigt ook bij die oren. Huppakee.
Nou, voordat ik deze cirkel verder ga maken, want het is ongeveer een soort van maantje, een cirkel. Niet helemaal lekker rond, hè. Je mag hem gewoon. Maar je moet uiteindelijk hierboven komen. En dan is de vraag waar precies? Nou, dit gedeelte komt ongeveer nog hier in de buurt. Hij mag er net wat boven, want laat wel wezen als dit de schedel zal zijn. Het haar groeit immers zo uit de schedel. Dus het zou raar zijn als hier direct het haar zeg maar zo zal gaan lopen. Dat kan niet. Dus hij mag lekker wat hoger. Dus stel ervoor, het haar zal zo groeien uit de schedel. Nou, dan tekenen we niet helemaal waar de wortels zitten, maar tekenen hem gewoon hier. En dan weten we dat hier dit gedeelte zit allemaal vol haar. Zo. ik zal even wat drinken bij pakken. Nou, hoe gaat het verder met jullie tekening? Wordt jouw tekening al mooi? Of heb je zoiets van, het is nog steeds een mes. Het is nog steeds gewoon erg rommelig. En dat hoort ook bij het tekenen. Het mag nog lekker rommelig zijn. Op een gegeven moment krijg je steeds meer dat gevoel van, zo moet ik het, zo wil ik het hebben. En dan zie je het eigenlijk al voor je, voordat je het getekend hebt. En terwijl je aan het tekenen bent, zal een deel van wat je van tevoren gezien hebt uitkomen en een deel absoluut niet. Want dat deel wordt uiteindelijk alleen maar beter. Omdat je door bijvoorbeeld die hulplijnen of de andere dingen, terwijl je bezig bent, geïnspireerd raakt en nieuwe ideeën krijgt. En daardoor kan het soms afwijken van je oorspronkelijke idee. En als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Dat is dus Bonnie, mijn konijn. Die woont hier samen met Bloempje, de andere konijn. Die woont hier namelijk in het atelier. En het atelier is een fijne kamer in mijn eigen huis. Het voordeel van digitaal tekenen is dat je ook niet heel veel ruimte nodig hebt. En ik heb wel wat voorraad van mijn winkel hier liggen. Maar over het algemeen, hè, van Enchant op de webwinkel. Maar over het algemeen is het bij mij gewoon, als je bestelt, dan bestel ik het. Dan wordt het pas gemaakt, zeg maar. Dus dat valt heel erg mee qua hoeveel voorraad hier ligt. En is er dus inderdaad ruimte voor een konijn. Of twee eigenlijk. Zo. Nou, maak ondertussen het haar verder. Ook hier hè, zie je, kijk, want dit is eigenlijk de cirkel. Wat we zouden zeggen, dat is ongeveer de schedel. En we gaan altijd met het haar ruim boven de schedel zitten. En zeker met chibis. Chibis hebben een volle bos. Dus misschien is dit zelfs nog wel te bescheiden. En misschien mogen we hem zelfs nog. Ik zal heel even uitzoomen, zodat ik de tekening goed en beter kan zien. Even kijken. Pak in ieder geval vast dit gedeelte. En dat ik de pony even afmaak. De pony moet naar beneden wijzen. Dus laat ik dat maar wel doen. Zo. Ik ga eerst de pony afmaken. En dan kunnen we daarna zien of we nog wel dit nog breder moeten maken. Of het is er nog groter. Of dat dit goed genoeg is. Dat is nu een beetje een ding, omdat ik hem al gemaakt heb, wil ik hem natuurlijk daarop laten lijken. Dus dan is het meer kijken van wat heb ik de vorige keer gedaan. En als ik dus voor iets eerst iets teken, dan is het echt op gevoel en dingen uitproberen. En dan mag je best gaan experimenteren. En ik weet dat veel beginnend tekenaars, maar ook als je al een tijdje tekent. Ik heb het zelf ook gehad. Dat experimenteren, dat is een dingetje. Want je wil eigenlijk alles in één keer goed tekenen. Maar zoals ik al zei, de echte kunstenaars van vroeger deden dat dus ook niet. Die hebben dus ook eerst een schilderij gemaakt dat echt een proefversie was. En daarna maakten ze er gewoon nog één.
En dat mag jij dus ook gewoon doen als je dat wil. Teken is natuurlijk gewoon vooral, het moet leuk zijn. Dus het moet niet, maar het gaat vooral ten eerste om, is het leuk? Oké, ik ga nu nog tussen de oor en de oog. Daar zit dus ook nog een stukje haar. En wees hier lekker vrij mee. Trouwens met haren, als je meerdere lijnen gebruikt, dat is helemaal niet erg. Zeker voor je schets, voor je tekening niet. Zo, want het geeft juist het gevoel van haar weer. Namelijk van een lekkere bos haar. Oké, nou hebben we er eentje al getekend. Ik zie dat we er hier ook nog eentje hebben. En dat is hetzelfde. Kijk, je hebt de oor al getekend, dus je weet waar de oor ongeveer zit. En het is wel leuk, deze moet een beetje... En teken gewoon eerst de simpele vorm die je wil hebben. Je hoeft nog niet moeilijk te gaan doen met extra haren tekenen of bepaalde vormen. Ik teken nu deze eigenlijk... Ja, ik doe dat vrij snel uit mezelf. Dit is nog steeds een simpele vorm voor mij. Maar voor jou kan het misschien net een iets te ingewikkelde vorm zijn. Teken dan gewoon zoiets. Een kegel of zo. Maak het zo simpel mogelijk voor jezelf. Een druppel mag ook. Kan je later altijd nog zo'n puntje aan vastmaken. Dus het gaat er ook om... Maak tekenen ook voor jezelf haalbaar. Wacht even, nou moet ik mijn gum wel weer groter maken. Ik doe deze wel, die is lekker groot zo. Oké. Gunnen we dit gewoon weer even weg. Zo. Nou, zullen we dan deze hulplijnen alvast weggummen? Die hebben we niet meer nodig. En dan kun je daarna kijken van, oké, is dit nou goed genoeg? Of moet ik hem toch nog even opschuiven? Ondertussen maakt Bonnie lekker veel herrie. Het spijt me zeer, maar dit kan ik helaas niet aanpassen. En de ene keer doet hij het, hè? En de andere keer dus niet. Dus ik kan nooit van tevoren inschatten of hij herrie gaat maken. Maar je kan het ook zien, ik heb gewoon een heel muzikaal konijn. Het is in ieder geval super gezellig. Zo, ik zie dat ik hier... Kijk. Oké. En dan hebben we dit stukje nog. Ik had hem eerst hier, maar we zien nu eigenlijk... Ik wil eigenlijk dat hij hier komt. Misschien niet te dicht bij de oog. Zo. Zo. En dan mag deze wat langer doorgaan. Ja, dat is leuk. Oké, nou. Als je het mij nu vraagt, heb ik zoiets van, oké, dit klopt dus nu niet. Dus die ga ik uitgummen. Tot ongeveer waar ik denk van, nou, hier klopt het niet meer. Dit vind ik nog wel kloppen. Ik heb zelfs direct deze nog straks wat groter gaan maken. Weet je wat, dat doen we gewoon nu. Hahaha. En dit is wat ik eigenlijk doe tijdens mijn tekening. Dingen gewoon aanpassen. En ja, het is heel moeilijk te zeggen van hoe doe ik dat. Ik doe dat echt op gevoel. Voel dit in evenwicht, ja of nee. En dat is iets wat je ontwikkelt. Gaandeweg hoe vaker je tekent. Ook hoe langer je leeft, scheelt ook enorm. Op een gegeven moment zie je het. En dat heb je ook vaak met... Dan laat je het aan mensen zien. En dan zien ze eigenlijk vaak... Er klopt iets niet en dan proberen ze dat tegen je te zeggen. Ja, het arm klopt niet. Of de... Ja, maar precies van hoe en het wat kunnen ze soms ook niet altijd zeggen. En dat zal ik nu ook al hebben hier met deze. Dat je af en toe denkt van... Ja, deze mag nog wat hoger. En ik denk dat deze ook nog ietsjes hoger mag.
Tadaa. Nou, dan ga ik hier kijken. Wat wil ik hebben? Ik wil hem hier nu. En hij mag... Of een beetje zo. Ja, ik heb het idee dat hij inderdaad hier veel hoger is dan hier. Ik heb de pony wat lager gedaan. Maar zie je hier dat je dus door vormen aan te passen, dat je eigenlijk alweer een andere karakter krijgt. Ik vind hem leuk zo. We gaan hem gewoon zo laten. Ik ga hem denk ik nu niet aanpassen met wat ik daar zie. Aangezien het om het proces gaat van hoe maak je je chibi. Hè, hoe doen we dat stap voor stap? Kijk, voilà. Nou, ze is super leuk. Dan vind ik het ook heel gaaf om haar wel een staart te geven natuurlijk. Oké. Oh, trouwens. Nu ga ik nu wat misschien te snel. Teken eerst gewoon zo'n lekkere simpele vorm. En daar kan je het eigenlijk bij laten. Ik heb meteen weer wat erbij getekend. Gewoon wat extra lijntjes. Zodat het lijkt alsof het uit meerdere helistiek bestaat. Want het is haar helistiek. Maar die doe je natuurlijk meerdere keren om je haar. En dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. Nou ja, wat ik eerst hier had getekend, die hulplijnen, daar heb ik nu niks meer aan. Je kan nieuwe hulplijnen tekenen. En zeker voor degene die vaker natekenen en op dit plaatje zien. Dan die kan je natuurlijk ongeveer wel pakken van, oh, dat is ongeveer zo diep en zo. Maar je kan het ook gewoon op gevoel doen en kijken van wat past bij mijn chibi, zoals ik hem nu getekend heb. Hoe lang wil ik ze eigenlijk hebben? Die, ja, want als ik dit gewoon uit mijn hoofd teken, dan is het ook gewoon iets wat in me opkomt. En dan zet ik die lijn daar neer en denk van, oh ja, dat is leuk. En dan even kijken, ik wil wat boller. Oké, ik begin dus weer met simpele vormen. Dus ik begin hier met een boogje. Ik denk van, nou, hier moet ook een boogje komen. En dan hier... Ja, wat is het eigenlijk voor vorm? En dan doen we dan hier eigenlijk ook. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch eerst weten waar komt het nekje. Wat zullen we doen? Even kijken, want ze kijkt wel. Nee, hè? Ga het gewoon proberen. Kijk voor jezelf waar het nekje. Ik heb het idee dat zij veel meer driekwarts is. Voor mijn gevoel. Het is niet helemaal zo, maar ik heb het idee dat het mooier zal staan. Ja. Kijk, en dan kan je zien dat dit poppetje nu al een heel eigen leven is gaan leven. En dat vind ik het leuke van tekenen. Het loslaten van wat ik eerst in mijn hoofd had. Naar wat wil het poppetje zelf. Het gaat echt haar eigen leven leven. En dat vind ik gewoon echt superleuk. Dan krijgt het ook karakter. Oh, deze moet ik wel even... Dat is wel wat lager. Nou, dit zijn dus de sleutelbenen. En dan doen we hier een stukje van haar kleding. Zo. Klaar. Dan is dat gedaan. Je kan nog een stukje schaduw bijvoorbeeld tekenen. Schaduw teken ik meestal als ik een potloodtekening maak. De lijn waar ongeveer de schaduw is en eventueel met assering, met lijnen bij elkaar. En hoe meer lijnen je bij elkaar doet, hoe meer schaduw. En hoe meer van elkaar af, hoe lichter de schaduw. Dus daar kan je ook nog mee spelen. Oké, nou dan gaan we nog even verder met... Zo... En dan hier. En we zouden, weet je wat, omdat dat toch net een ander poppetje is. Voilà. Doen we daarachter. Laten we het zo doorlopen. Ik vind dat helemaal toppie. En eigenlijk vind ik dat dit dan nu net te laag worden, maar ja.
Zouden we dan nog zo door kunnen laten? Ja. Oké, dat kan. Laten we het lekker doorlopen. Ja, nou is het helemaal perfect. Oké, nou wat gebeurt er? Want we hebben dus nu deze... hoe heet dat ook alweer? Deze vormen, sorry. We hebben nu deze vormen. En, wacht even. We zijn er bijna, maar ik moet even een plaspauze houden. Het heeft geen zin om te gaan tekenen terwijl je een volle blaas hebt en eigenlijk heel nodig moet. Dan kan je ook gewoon niet meer concentreren. Stop dan even met tekenen. En dan... Nou, daar ben ik weer. Oké. Het voordeel van een plaspauze is dat je even weg bent geweest en dan weer naar je tekening komt kijken. En dan kijk je met een frisse blik. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. Eén, je denkt, oh my god, wat heb ik gedaan? Wat heb ik getekend? Die kans is trouwens heel erg klein. Er zal eerder zijn dat je denkt van, oh, dit is eigenlijk heel erg mooi. Ik ben helemaal tevreden, maar ik mis... Ja, eigenlijk vind ik dat dat nog niet helemaal goed is en dat nog niet goed is. En dan kan je dat eventueel nog aanpassen als je dat nodig vindt. Dus dat kan altijd wel handig zijn om je tekening weg te leggen. Zeker trouwens als je gefrustreerd raakt. Nu moest ik naar de wc. Dat is een mooi moment om even je tekening weg te leggen. En als je dan terugkomt. Maar als je merkt trouwens dat je gefrustreerd raakt omdat het niet lukt. Hè, mocht je nu denken van, het is allemaal leuk dat ik mee mag doen met deze workshop. Maar het lukt niet. En het, nou ja, hè, we kennen allemaal die momenten dat het gewoon even niet gaat. En misschien heb je die ene moment vaker dan je zou willen. Ik had dat vroeger zeker. Leg het gewoon even weg. Je kan altijd weer terug. Hè? Deze workshop is nou eenmaal gewoon te vinden op onlinemangaworkshops.nl. En je kan hem altijd weer volgen. En dan kan je het gewoon nog een keer proberen. Of weer verder gaan met die tekening. Want op het moment dat je hem weg hebt gelegd en later terugkomt, kan het zijn dat je daarnaar kijkt en denkt, oh wauw, eigenlijk heb ik het best heel mooi gedaan. Omdat je er heel anders naar kijkt. Nu ben je waarschijnlijk heel erg aan het vergelijken. Vergelijken met wat ik doe. Wat? Ik vergelijk deze mooie tekening nu met die andere mooie tekening. En terwijl dit alweer een heel ander meisje is. En jouw poppetje, jouw chibi, is ook weer een heel andere dan degene die ik aan het tekenen ben. En op het moment dat je weggaat en even deze workshop vergeet en later terugkomt naar die tekening, kan het best zijn dat je de schoonheid van die tekening ziet. Want die zit erin namelijk. Er zitten heel veel punten in dat jij denkt, oh, hier ben ik op vooruit gegaan. Oh, wauw, dit is mooi gelukt. Misschien zijn bij jou die ogen wel heel erg mooi gelukt. Niet hetzelfde misschien als die van mij, maar op een hele andere manier heel erg mooi. Dat je denkt, oh, dit is echt wel, misschien moet dit wel mijn stijl worden. Weet je wel, dat je iets moois hebt gemaakt. Je denkt van, oh, dat had ik niets gezien op het moment dat ik nog aan het vergelijken was. Dat wil ik gewoon heel graag meegeven. En laten we nu stap voor stap weer verder gaan. We hebben dus deze simpele vormen voor het haar getekend. En zoals je ziet op deze tekening, laat ik het daar dus niet bij. We gaan het wat meer vorm geven. En we tekenen er wat dingen bij. Nou, wat ik gedaan heb, is hier nog een simpele vorm erbij. Daar begin ik mee. Laat ik het ook maar hier doen. En het is niet veel. Misschien even kijken. Deze moet even anders. Zo. Ja. Netjes zo. En dan komt... Oké, deze krijgt er zelfs nog een leuke... Ja, een soort van friebeltje erbij. Laat het maar gewoon dat ook hierin doen. Het is een friebeltje. Het is zeg maar, ik wil een beetje een soort van dat gevoel. En dat je dan daarna heel mooi dat haar. En zo'n twirl, dit eigenlijk. Alleen een beetje zoiets. En je kan soms ook eigenlijk, en dat is misschien wel slimmer, om gewoon alleen één lijn te tekenen. He, dus als je zeg maar zo'n twirl wil, kan je ook zo doen. Of zo. Stel je voor, je doet hem zo.
dan kan je ook zeggen van, nou, dan doen we hem op die manier. En dan moet dan hier dat boogje. En dan zie je dat je hem al wat meer hebt. En dan kan je ermee gaan spelen. En als je dat met dunne lijnen doet, kan je het ook weer heel makkelijk weggummen als het niet iets is wat je graag zou willen. En ik wil, zeg maar, hier een beetje dit idee. Dus ik doe het nu deze. En dan zo. En dan wil ik hier, nee, dat is niet echt meer te zien. Ach, sorry, dat is niet zo heel mooi. Misschien juist meer die kant op. Oh, misschien moet ik hem. Bij deze mag ik hier helemaal wat nieuws verzinnen, want dat lijkt niet meer op dit. Eens even kijken, wat is handig? Nee, ik denk toch dat ik het daar laat. Dat het daar moet komen. Zo. En dit is dus wat ik eigenlijk bedoel. Hè. Ik gum het gewoon weg als ik denk van nee, dit is het toch niet. Zo. Nee, ik denk dat dit is wel goed zo. Oké, dus dan hebben we de andere onderdeel. Nou zie je dat hier heel veel strepen zijn. En dat is om die pijpenkrullen aan te geven, hè, dat mooie pijpenkrullen zijn. Nou, laat ik eerst maar deze beginnen. Deze bestaat nu uit hele, ja, heel veel lijnen. En daar maken we nu even een wat vastere lijn van. En de rest gum ik gewoon weg. Het hangt ook vanaf hoe uitgebreid je potloodtekening wil maken. Want op zich het haar zoals ik het nu heb, als je zegt van, nou, ik vind het eigenlijk wel klaar. Het is toch een mooie schets, tekening. En dit is wel heel mooi. Dan kan je dat ook gewoon zo laten natuurlijk. Je kan zelf bepalen hoe uitgebreid je iets uitwerkt. Oké. Nou. Deze mag ook even wat uitgebreider. Wat dikker. En deze ook. Trouwens, de lijnen hier lijken misschien, nou, hier zie je het wel duidelijk dat het echt schetsig is. Maar veel strakker dan wat je hier ziet. En dat komt omdat dit groter is en dit veel kleiner. Dat is iets wat ik wel echt gemerkt heb sinds ik digitaal werk. Zo, even kijken of dat maakt. Ja, dit is wel mooi zo. Oké. Nou, ik heb hem even wat mooier gemaakt. En dan ga ik nu die lijnen tekenen. De lijnen maak ik zigzag. Dus even kijken hoor, zo. Dit is een mooitje. En dan hier, oh, hier één. En ik zit even te kijken hoor, want hoe ik het daar gedaan heb, of ik het ook hier weer. Ja, op zich kan wel. Ja, dus zigzag. Dus weer eentje wat rechter en dan weer eentje zo schuin omhoog. En zo. Ja, perfect. En ik laat het nog eventjes, want zoals je ziet, heel licht getekend. Ik kan dit nog aanpassen. Ik kan ook zeggen van, nou, ik doe er daar nog één. Ja, ik denk dat dit wel heel mooi is. Nou, dan kan ik het ook hier doen. Vind ik het wel leuk daar. En dan zo. En dat je hem meer zo, hier hebt. En dat kan ik dus ook hier doen. Even kijken hoor. Dit handig. Nou, maar die hierachter is even is een uitdaging. Oh, ik denk dat ik hem zo doe. Ja, dit is perfect. Zodat je wel de
ja, de speling er nog wel in ziet. Ja, dus hier zie je die kruising. Hier komen ze weer bij elkaar. Dus dan heb je dit. En deze vorm, zeg maar deze kruising, maakt het ook heel erg interessant. En dan zie je ook wat meer wat er gaande is. Dat het haar niet recht toe recht aan is. Hè? Dus niet zo naar beneden gaat. Maar dat het, ja, zo naar beneden gaat. Omdat het in een bepaalde krul is. Hè? Een krul gaat ook meestal meer zo naar beneden. Alleen dit is een pijpenkrul. Dus dan wordt extra mooi. En wat strakker gaat het naar beneden. Nou, voor ik dit ga uitwerken en hier verder mee ga, wil ik eerst deze aanpassen. Ik gum dit even weg. Zo. Dan komt deze meer naar voren. En dat is eigenlijk wat ik wil doen. Ik denk dat ik al aardig tevreden ben. Ik ga deze dus even wat donkerder maken. Dat kan je ook op het einde doen. Maar ik doe hem nu alvast eventjes wat dikker maken. Dat zie je hier dat ik het ook gedaan heb. En de reden waarom ik dat gedaan heb, en waarom ik dat nu ook weer doe, is om ervoor te zorgen dat deze wel echt naar voren komt. Hier ook eventjes iets te, even mijn gum kleiner maken. Als je trouwens werkt met een hele grote gum, hè, je werkt met een gewoon potlood, gewoon papier en met een gewone gum, zorg ervoor dat je ook altijd een kleine gum hebt. Waar je echt met details kan gummen. Dus een hele grote gum voor de grotere stukken wat je moet gummen. En een kleine gum voor de wat kleinere, hè, voor de details. Dat je wel echt hier tussen kan. Ik heb soms wel eens een grotere gum, heb ik gewoon in stukjes gesneden. Dat ik verschillende groottes had. Maar met bijvoorbeeld die van de penpotloden, die hebben vaak een hele mooie kleine gum. Die is ideaal. Gewoon echt ideaal voor details, om die weg te gummen. Zo. Oké. Nou, nu heb ik deze dus dikker gemaakt. En dan komt het dus meer naar voren. Deze hierachter, die lijnen laat ik lekker dun, zodat het echt achter blijft. En deze, nee, die had ik al wat dikker gemaakt om diezelfde reden. Maar hij is niet zo dik als deze. Deze lijnen zijn dus dikker, waardoor het dus meer naar voren komt. En zo kan je tekening ook veel interessanter maken. Nou, ik zal deze dan ook maar eventjes afmaken. En dan zijn we alweer bijna klaar met onze tekening. Haha. Zo. Nogmaals, als je de hulplijnen mooi vindt, mag je ze altijd laten zitten. Als dat echt bij jouw tekenstijl hoort. Of zeg van, ja, maar ik wil juist meer schetsmatig. Want het heeft ook zo'n charme, dus dat mag. Ik gum het nu even weg. En ik ga... hier de vorm een klein beetje aanpassen. Wow. Dus wat minder rond. Zo. Nou, zullen we dan maar eens beginnen? Oké. Even kijken hoor. Ja. Ik maak hem niet helemaal, maar ik doe wel een klein beetje. Zodat we weten van, oké, dit is eigenlijk een aparte krul en dit is een aparte krul. En deze krul, die begint even net even anders dan wat we net hebben gedaan. Want die komt vanuit hier. Dus we kunnen ook zeggen van, nou... huppakee, dit is het beginpunt. En kijken of dat... nee, die laten we daar. Oké.
Nou, omdat je hier begin je. Nee, dit zijn maar even die deze. En in principe, als we het zo hebben. Dit is zeg maar de punt waar het haar uitkomt. Ja, de pijltjes, daar komt het uit. En omdat het een pijpenkrul is, gaat het haar om deze heen. En dan krijg je dus dit. Dus het komt vanuit hier. En dan gaat dan zo om deze lijn heen, zeg maar om het haar. Om die krul heen. En dat is wat ik hier nu gedaan heb. Alleen omdat het hier niet kan doortrekken, want deze krul begint alweer. Zie je hier maar een klein stukje. Oké. Nou, dan mogen we de andere gedeelten erop doen. Zo. Ik wil even goed doen. En dan wil ik hem ook. Hier. Ja, vind ik mooi. Oké, en dan gaan we het weer hier ook doen. Ook hier komt het natuurlijk vandaan. Even kijken, wat is handig. We hebben er eentje zo en we hebben er eentje. Ja, ik wil dat al eerder. Oh ja, zo. Ja, ik ga het zo doen. Ja. Oké. Je zag het, ik trek hem net even door. Dat mag jij ook doen. Je kan ook zeggen, nee, ik weet dat ik hier al ga stoppen. Want ik wil de volgende lijn hier hebben. Zo. Ik teken nu dus gewoon echt allemaal. Dus een zigzag. Kijk, doe ik hem zo? Nee. Ik zal hem even erbij pakken, even hem helemaal goed zien. En dat is er meer. Oh ja. Kijk, hier maak ik even een vorm. Ja. Oké. Okay. Ik speel hier weer met vormen. Wat er eigenlijk nu gebeurt is, ik zal hier een klein stukje af. Zo. Dan zie je het misschien beter. Je kan dus daar ook de gum mee gebruiken, hè, met vormen. Ik had hem dus eerst helemaal in zijn geheel. En nu ga ik een klein beetje een deukje erin maken. Hahaha. Zo. Want dit is hem nu. Hij krijgt nu een... meer vorm. Dus in de plaats dat het nu één geheel is, gaan we hieronder zorgen dat het haar dus nu meer zo eruit komt. Maar dat moet natuurlijk uiteindelijk wel weer met de rest van de krul meegaan. Dat is uiteindelijk wat hier gebeurt. Dit kan zijn dat je dit niet in jezelf kan bedenken. Nog niet. Ik moet zeggen dat ik het nu weer zie. Ik denk van, oh ja, dat had ik toen gedaan. Dat heeft te maken met studie en met zelf met... Nee, ik heb zelf natuurlijk lang haar. Maar het heeft vooral te maken met hoe vaak teken je, hoe vaak studeer je de echte wereld. En dan kom je vaak op dit soort dingen. Of ook door plaatjes. Doordat je heel veel plaatjes ziet van bijvoorbeeld kapsels.
En dan kan je ook dingetjes zien van, oh ja, wacht, als ik het zo doe. Daarom is natekenen ook altijd hartstikke goed om te doen. En daar leer je ook heel veel van, want dan zie je dingen. Zo. Oké. Ja. En dit heeft echt te maken met vorm. En als je pas begint met tekenen, is dit nog weer iets dat je denkt van, oeh, dit kan ik nog niet. Probeer het gewoon, kijk gewoon eventjes. Maar dat je dat nog niet in je eigen tekening direct kan verwerken, dat vind ik niet zo raar. Dat komt echt met de jaren dat je tekent. Of eigenlijk misschien wel met de maanden of met de weken. Hangt vanaf hoe snel je groeit, hè, met tekenen. Hoe ouder je bent. Als je op een latere leeftijd begint met tekenen, heb je wel weer heel veel levenservaring. Andere ervaringen die je weer kunnen helpen bij tekenen. Dus mocht je een beginner zijn, je gaat gewoon groeien. En uiteindelijk kan je dit allemaal ook. En nu heb je het een keer gezien. En dat scheelt ook. Hè? Als je het een keer gezien hebt, dan weet je van, hé, wacht, maar dit kan dus ook. Belangrijk hier te onthouden is, je kan vorm creëren door ook stukjes, hè, zoals hier bijvoorbeeld een deukje erin te maken. En dan zo'n lijn te tekenen. En voilà. Je haar heeft opeens meer vorm. Dat is allemaal mogelijk. Dus vandaar dat ik ook zei, je hoeft niet direct meteen je lijn 100% goed te tekenen. Want je gaat er gaandeweg waarschijnlijk toch dingen aan veranderen. Zeker als je vaker en langer tekent. Zeg maar vaker, ja, vaker in je leven al getekend hebt. Dan wordt je tekening op een gegeven moment gewoon complexer. Oké, nou eigenlijk is het dus nu gewoon klaar. Je kan het nu nog mooier maken. Ik ga hier wel deze nog even uitgummen. Oh, ik wil even deze hebben. Zo, en dan klopt het weer. Kijk, en als ik hem verder uitwerk, een van de dingen wat ik doe, is bijvoorbeeld dit stukje. Ik zal hem even inzoomen. Zo. Dit stukje, hè, waar ze nu samenkomen, die maak ik eigenlijk dikker. Dus dit gedeelte maak ik dan weer dikker. En dat geeft veel meer vorm, maar het zorgt ook voor diepte in het haar zelf. Het is wel een tekenwerkje, want ik heb deze dus ook echt lijnart gedaan. Dus met inkt uiteindelijk, digitaal inkt natuurlijk. En daar was ik best een tijd mee bezig. En ik heb twee van dit soort meisjes gemaakt. Eentje heeft de haar net veranderd, maar ook met pijpenkrillen. En ik realiseerde me ene van, oh jee, waar ben ik aan begonnen? Dit kost toch wel even een tijdje om te doen. Dus ik laat nu eventjes zien. Maar ik ga hem niet helemaal afmaken. Nogmaals, met die tekening zie je het ook helemaal niet. Dat komt ook omdat ik dat dus daar niet gedaan heb. Maar pas bij de line art. En de line art is dus dat ik het dan ga inkten. Dus als ik deze tekening gemaakt heb en hij is af. Dan kan ik daarna eroverheen inkten. Nou doe ik dat digitaal natuurlijk op een aparte layer. Hè, zoals hier. En dan ga ik naar de inkt en dan kies ik mijn, ik kies in dit geval de G-pen uit. En dan hoe dik ik het wil hebben. Nou, dat vind ik eigenlijk te dik. En dan ga ik er overheen en om ervoor te zorgen dat ik het wel goed kan zien, want het is al vrij donker. Maak ik hem dus dunner, doorzichtiger. En dan kan ik er overheen tekenen. Oh, nou is hij wel heel erg dun. Nou ja. Oh, verkeerde. Zorg er dan altijd voor dat je wel weer op de juiste layer inkt. En niet op je potloodtekening. Ah, hij wil niet. Ah ja, oké. Kijk, en dan kan je er zo overheen. En op die manier kan je heel mooi hele mooie line art gaan maken. Wat ook weer geschikt is als kleurplaat. Superleuk. Werk je traditioneel, dus met potlood en papier, dan kan je altijd kijken of je... Ja, er zijn methodes voor. Ik zal het even... Oeh, verkeerde. Even wegdoen hoor. Daar zijn er ook methodes voor. Overtrekpapier werkt natuurlijk heel erg goed. En dan aan de andere kant van de overtrekpapier zou je dan met... Ja, ik zou bijvoorbeeld met een 8B potlood... Dus dat is een hele dikke potlood. Dat geeft ook lekker af. En daar gaat het om.
Je kan het ook met een B4 doen, als je die hebt. Maar je kan het altijd kopen, hè, sowieso online. Maar hoe hoger het getal van de B-potloden, hoe meer het afgeeft. En als je dat dus gewoon gebruikt om de achterkrant helemaal, zo vol te krassen. En het liefst zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. Dan kan je daar overheen gaan tekenen. En dan drukt het dus af. Als je hem weer omdraait, dan trek je dus dit over. En als dit aan de andere kant zit, dan... ik moet het eigenlijk een keer laten zien, maar het is dan eigenlijk dat je gewoon een soort van stempel hebt gemaakt. Dus op het andere velletje, waar je dan uiteindelijk je lijnart op zou kunnen maken, heb je dus een afdruk van dit poppetje, hè, van jouw tekening. En dan kan je dat dus daarna met lijnart heel mooi gaan overtrekken. Zonder dat je de originele tekening, dat je daarop tekent. Maar je hebt dus een kopie gemaakt van je originele tekening. En dat deed ik voorheen. Een lichtbakken werkt ook heel goed altijd om over te trekken. De raam kan je gebruiken ook om over te trekken op een nieuw vel. Met potlood en daarna natuurlijk met de lijn, met de inkt bijvoorbeeld eroverheen. En zo kan je natuurlijk ook als je een fout bent tegengekomen. Je denkt van ja, maar ik wil hem nog een keer. Maar dit is al goed. Trek hem gewoon over. Zoals ik al zei, het kan ook met gewoon papier op een raam. Perfect werkt dat. Dat heb ik ook heel lang gedaan. En dan heb je hem eigenlijk ook. Zal ik dit nog wel even weggummen? Dat we een beetje zien hoe ze er nu verder uitziet. Ik zal even... Oh, en nou is het natuurlijk wel heel erg licht. Ploep. Zo. Het heeft zijn voordelen om digitaal heel erg goed in te zoomen. Het heeft ook zo zijn nadelen. Omdat je namelijk hier veel meer details ziet. Die je met gewone tekening eigenlijk niet meer ziet. En dus ook niet van belang zijn. Dus soms werkt het eigenlijk met een gewone potlood en papier. Werk ik veel sneller dan wanneer ik digitaal werk. Zo. Ja, maar dit zijn eigenlijk lijnen, die kan je op zich ook gewoon laten staan. Kijk gewoon wat voor jou mooi is. En dan is het gewoon vooral een kwestie van wat willen we eigenlijk nog verder mooi maken. En je kan zeggen van nou, ik wil hier ook nog. Ik wil hier ook gewoon nog wat wimpertjes. De wenkbrauwen nog, die moesten nog doen. En zo. Ik doe hier gewoon hele simpele wenkbrauwen. Dit is gewoon al heel erg mooi. En ik laat hem verder zo. Deze zou je in kunnen kleuren. Dan zou je ook nog bijvoorbeeld de lichtjes er zelf al in kunnen tekenen. Dat kan je gewoon doen. Oh, het staat eigenlijk hartstikke leuk op. Oh, weet je wat? Dan laat ik hem ook gewoon meteen zo. Want hij is wel heel erg mooi. Maar dit kan je dus ook gewoon in gaan kleuren als je het wil. Je kan dat... Weet je wat? Ik doe het even op een aparte layer. Want als ik het dan toch niet wil, dan kan ik het weer wegdoen. Want ik vind hem nu eigenlijk al heel erg mooi. Ik zou zelf dit nog wat meer netjes willen maken. Maar we zouden... Ik wil dit toch maar even aan voor degene die dit wel heel graag willen. Dat je hem wel wil kleuren. Ik doe dat dus met arceren dan. Als het een potloodtekening is. Als het een pentekening is, dan doe ik dat meestal niet op deze manier. En dan kan je er nog een keer overheen. Dat geldt hier ook. Dan wordt het weer donkerder. En hoe dichter je de lijnen bij elkaar hebt, hoe donkerder. Je kan ook weer wat harder duwen op bepaalde plekken. Maar zie, kijk, dan heeft het ook weer een heel leuk effect.
En je ziet het, ik teken het op deze manier, zodat ik niet hoef te gummen. En niet met bijvoorbeeld een witte gelpen bijvoorbeeld dan de lichtjes te maken. Want dat kan je wel doen. Maar ik denk dat is misschien wel leuk voor een ander soort workshop. Dat is misschien wel een leuk idee. Ja. Maar voor nu laat ik het even zo. Ik doe deze weg, want ik vind hem zelf zo het leukst. Zeker voor mijn potloodtekening. Ik maak deze nog wel even af. Oh, moet ik wel op de goede layer gaan zitten. Maak hem even wat dikker. Want deze zit natuurlijk voor deze. Hè, deze mooie krul. Maar deze krul is nu lekker dik gemaakt. In die lijn. Dus deze is ook een... Ja, voor, dus deze lijn moet ook even wat dikker. Dan mogen we die ook even iets donkerder. Zo. En om wel evenwicht te houden, doe ik het hier ook weer even wat donkerder. Zo. Helemaal super. Gaaf. Zo. Doe hier een klein beetje schaduw of wat lichter. Nou. Ik zie op plekken waar ik denk van, oh, daar zou ik schaduw kunnen doen. Maar dat doe ik niet. Ik zal deze nog wel even wat meer leven inblazen. Want nu is het wel heel erg karig. Toch even helemaal tot die einde. Ik zal deze nog wel even dikker maken. Zo. Maakt het toch wel extra leuk. En zo kan je natuurlijk echt lekker zoet zijn met een tekening. Hè? Ik bedoel, ik zie nog wel meer dingen wat ik ermee zou kunnen doen. Maar ik vind voor nu, vind ik het wel, wel mooi geweest. Ik zal hier ook nog even wat schaduw bijvoorbeeld. En hier had ik het al gedaan. Schaduw kan je voor kiezen om het wel te doen, niet te doen. Je kan ook zeggen van, nou, ik gun het toch weer een klein beetje. Een beetje uit, ik vind het iets te donker. Zo. Mooi zo. Nou, dit is hem dan. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Oh, en Bonnie is weer met zijn project bezig. blijft altijd grappig, hè, dat hij zo druk kan graven op laminaat. Er is gewoon een plekje met laminaat, maar hij ziet daar een holletje in. En dat probeert hij nu te verbreden of zo. Het blijft fascinerend, hij vermaakt zich, maar er verandert niet zo heel veel. Dus mijn kamer blijft heel. Maar goed, dit is dus je tekening. Dit is de mijne dan. En ik hoop dat die van jou ook supergoed gelukt is. Zo niet, zoals ik al zei, probeer het gewoon nog een keer. Want hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Je weet nu in ieder geval ook hoe je een chibi zou kunnen maken. Hè? Begin met een rondje. En bouw het dan langzamerhand op. Met lijnen. Begin eerst heel dun. Dan kan je daarna steeds dikker. En ga experimenteren. Ga gewoon lekker. Durf wat uit. Het hoeft niet altijd te kloppen. En het hoeft ook niet altijd perfect. Hè, je hebt de oefentekeningen en je hebt je perfecte tekeningen. En als je oefentekeningen er mooi uitkomen te zien, helemaal toppie. En als ze er niet zo mooi uitzien, ook goed, want je hebt er weer heel veel van bijgeleerd. Dus ik hoop dat je blijft tekenen. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. En tot de volgende keer. Oh, wacht. Nou vergeet ik nog wel een heel belangrijk dingetje te zeggen. Wil je verder chibi's leren tekenen? Ik heb ook een chibi-cursus. Die staat op mijn website, onlinemangaworkshops.nl. En die kan je daar volgen. Ik heb ook nog veel meer gratis workshops voor chibi tekenen. Ik heb zelf ook een konijn tekenen. Die kan je allemaal vinden dus op onlinemangaworkshops.nl. Dus als je meer lekker wil gaan tekenen, dan kan dat dus. Kom er gezellig bij, hartstikke leuk. Wil je meer zien van het werk wat ik maak? Dat kan je vinden op enchanted.com. Enchanted.com, daar verkoop ik dus mijn illustraties. Waaronder dus, deze dan niet, maar die
degene die ik eerst getekend heb, die dan weer wel, die zul je daar dan terugvinden. En die verkoop ik dan op allerlei soorten producten. En natuurlijk ook de schetsen, die ga ik ook zelf verkopen. En misschien dat ik deze dan ook nog wel verkoop. Wie weet. We gaan het zien. Jullie hebben in ieder geval, als het goed is, lekker kunnen genieten van lekker tekenen. Ik wel. Ik heb heerlijk genoten. Ik vond het superleuk dat je er was. En tot de volgende keer. Hey, doeg!